Nog een minuutje voor jou alsjeblieft. Wat is jouw indruk na deze eerste wedstrijd? Oké, ik denk dat Visma gewoon, dat er me veel maar in de waaier waren. Natuurlijk, ze zijn wel 1-3. Maar ik had ze toch meer bovenuit zien steken. Ja. Had ik gedacht. En voor jullie? Ik denk ook dat we alle ongelukken gehad hebben die we gehad moeten hebben vandaag. Zowel Casper als alle Philippe waren onze mannen die zeker niet van allemaal mee zijn. Ja, die vielen alle twee op 25 minuten van de meet, dus er is was over. Ja, gelijk het klassieke voorjaar beginnen met pech. Ja, oké, ik kijk het positief. Het had veel erger kunnen zijn, dus laten we het zo bekijken. Goede opsteker is wel Moscon die zich gelijk toont. Dat hadden we ook verwacht. En Julien was zeggen, oké, ik heb te veel moeten achtervolgen, maar toen was nog niet verloren. En Senechal pakte mee in de valpartij, dat is het enige nadeel. Wat weet jij over hun kwetsuren zo kort na de wedstrijd? Ja, laten we kijken. De eerste opzicht, Askin had wel pijn aan zijn armen. Dat was wel echt zorgen over te maken. Maar langs de andere kant, ik denk niet dat het iets gebroken is. Laten we hopen van niet. En Julien heeft alleen daar maar schaafwonden. Het is al gelijk beginnen met oplappen zo aan het begin van het nieuwe klassieke seizoen. Ja, dus dat... Ik kijk het altijd positief. Het is de eerste keer, dus één winnaar. En er zijn veel verliezers. Dat is meestal zo. Maar langs de andere kant, we hebben vandaag gewonnen in UAE. Dus op naar morgen. Dankjewel.